Hoi, ik ben Kiwi en welkom bij Kiwi Eats. En vandaag is de laatste dag van mijn Kiwi's Health Month. Bijna elke dag een eetdagboekje. Oké, laatste weken dus niet echt elke dag. Dat is me gewoon niet gelukt, maar dat was ook niet het doel. Het doel was niet om elke dag een eetdagboekje te maken. Mijn doel was om deze hele maand echt een stuk gezonder te eten. Omdat ik issues heb waarbij gezond eten helpt. Dus dat is grotendeels gelukt, echt nog lang niet helemaal. Maar wel in de meest belangrijke tijden heb ik echt gezonder gegeten. En dat heeft ook zeker effect gehad. Dus dat is hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Het was een leuk traject. Een leuke ontdekkingstocht. Weet je wel. Het was heel leuk. Maar wat ook heel erg leuk was, was afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag was mijn dagje uit met Kiwi in Utrecht. Het was echt heel erg leuk. Lieve meiden, als jullie kijken, ik wil jullie heel erg bedanken. Het was super gezellig. Het was echt heel relaxed. Gewoon lekker samen zijn. Lekker wat gaan eten. En toen lekker in een parkje gezeten. En toen lekker weer wat gaan eten. Weet je wel, we hebben gewoon heerlijk gegeten. Lekker gepraat. Lekker gerelaxed. Het was super lekker weer. Er zou nog een storm komen en zo. Dat is ook gebeurd die avond. Maar daar hebben wij overdag geen last van gehad. Het was echt super gezellig. Dus daar wil ik nu wat beelden van laten zien. Weet je wat het is? Als je gewoon gezellig op stap bent, dan denk je juist van, oké, dan heb ik allemaal leuk vlogmateriaal. Dan kan ik lekker gaan vloggen en zo. Met jullie allemaal. Vet gezellig. Wordt een hele leuke vlog. Maar het is zo gezellig dat je niet bezig bent met de camera. Weet je wel? Dat je niet steeds de camera erbij wil pakken en wil gaan vloggen. Dus, nou ja. Ik laat je wat beelden zien van hoe gezellig het was. En wie er waren en wat we hebben gegeten. Vandaag is een dagje uit met Kiwi in Utrecht. En er zijn al wat leuke mensen. Die staan daar, dus we gaan even hoi zeggen. Yeah. Hey girls! Hi! 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 Hey! We wachten nu nog op één chickie. Eén persoon. En verder komen er later nog wat andere aanschuiven. Ik heb een deel van mijn boekjes meegenomen. Zodat geïnteresseerden die kunnen lezen. Vooral zij. Zij is super geïnteresseerd. China Study. Starch Solution. Kom je aan woord, joh. Deze is zo interessant, jongens. Deze is zo interessant. En of course, je weet zelf. Wij zitten in Sla. En zij is erbij komen, gekomen. De jongste van de dag. De baby. Aww. Baby Spice. Spice Girls. Ah, we zijn de Spice Girls. We gaan schrijven. Yes. En we wachten op nog iemand en dan gaan we lekker snacken. Wij gaan lekker eten. En er is iemand nieuws bijgekomen. Woehoe. Hoi. Hi. Bijna iedereen heeft een falafel salade. Ja. En zij heeft de vegan rainbow. En ik heb zelf iets in elkaar geplant. Ik heb geen idee. Maar het is lekker. De kiwi bol. Zonder kiwi. Wij zitten in het Walcartpark, wil ik zeggen. Maar dat is in Zeist. Wilhelminapark. En het is heet. En we zijn hippies, want we zitten op het gras. Maar we zijn tenslotte veganisten. Niet allemaal. Geïnteresseerd in ieder geval. Hey girls, hey. Hallo. Hey girls. En we eten alleen maar gras. Ja. Ja, want je kan alleen maar sla eten, hè? Alleen maar sla. Hoppakee. Tjaka. Hoi Eva, daar ben je eindelijk. Hoi. En ik heb een tas gekregen. Die heeft ze helemaal zelf gemaakt, deze lieve dame. Een kiwi tas. How cute is it? How cute is it? Very cute. Exactly. Een broodje jam. Jam? Nee, een broodje aardbei. Broodje aardbei. Ik heb net een broodje gekocht en ik kon niet snijden, maar zij bood haar messen al aan. Haar messen. Yes. Her knives. Mijn knives. Maar ik heb hem maar opengescheurd. Ik kan toch ook niet charmant eten? Open up, girl. I can't do it. Look how pretty. Wat is dit allemaal? Wij gaan naar Oproer. Gaan we eten. Ik zie helemaal niks. We zijn geblindeerd. Het is heet, we moeten plassen, we gaan dood. Maar dat maakt niet uit. Het komt helemaal goed. Ja. Ja, het komt helemaal goed. We zijn bij Oproer. Lekker eten. We hebben er zin in. Beetje heet. Gaat iedereen nou de lasagne eten? Yes. Ja? Oh, en leuk. De noedels. En de noedels. Zij heeft er zin in. Kijk, zij is het echte Oproer. Ja, jij bent echt fan. Maar het wordt weer lekker, want die lasagne is echt heel erg lekker. En als het niet lekker wordt, dan wordt iedereen boos op mij. Ja. Nee hoor. Hij is echt lekker. Hij is echt lekker. Kijk dan deze lekkere lasagne weer. Oh my god. Met een portobello mushroom. En saus. Zo lekker. Yes. We gaan even lekker van genieten. Ja.
Smaakt het, jongen? Lekker. Ja? Ja, lekker. Kijk deze dan. Maar niet is fijn. Kijk deze dan. Ja, dat wel. Zie je dit? Oh, dit is afgestort. Nee, dit is afgestort. Ja, ik vind het ook goed. Ja. Oh, ik heb de Dr. Bagger Daily Dozen Reminder. Oh ja, ik heb reminders, hè? Reminder, heb je wat gegeten achter je? En heb jij ook zo'n zin in je autootje? Ik heb er heel veel zin in. Het ziet er heel lekker uit. Lekker zwart. Ja, het ziet er echt heel goed uit. Well, I'm glad you have a photo shoot going on. Your toetje is coming. Oké, it's lost in the... Oké. Het was er weer voorbij. Het was klaar. Maar deze leuke chick is er nog. En we gaan wachten op haar moeder. Totdat die haar ophaalt. Mm-hmm. En het was leuk, toch? Ja. Het was leuk. Zij is helemaal fans. Vond het helemaal geweldig. Ze vond het helemaal fantastisch. Yes. Toch? Ja. En we hebben lekker gegeten. En nu onweert het. Dus we gaan dood. Ja. En dat was het. Het was echt super gezellig. Nogmaals ontzettend bedankt meiden dat jullie zijn geweest. Het was een lief, klein groepje. Maar vet gezellig. Mocht je denken, wat zijn die vlekken op de gezicht? Ik zit in een bos, zoals je ziet. Dus zo beter. Ik wil je heel erg bedanken dat jullie de afgelopen maand gekeken hebben. Het was super gezellig, bijna elke dag met jullie. Super intensief ook voor mij. Het is heel veel werk, weet je wel, dat vloggen en dat bewerken. En dat. Maar echt super gezellig. Ik heb ook 200 nieuwe mensen erbij. Eigenlijk 250, maar er zijn ook alweer bijna 50 van unsubscribed. Dus ik weet niet wie er is gebleven, weet je wel. Maar dat is vet veel mensen in één maand. Dus als jij nieuw bent, hartstikke leuk dat je er bent. Als je specifiek voor de eetdagboekjes hebt gesubscribed. Dat is niet wat ik nu normaal... Ik weet je, ik ben geen dagelijkse vlogger of zo. En er komt vast wel weer een tijd dat ik weer een tijdje elke dag eetdagboekjes ga maken. I don't know. Maar ik ga weer terug naar mijn normale programmering. Waar ik niet eens zo lang mee bezig was voordat ik deze maand ging doen. Ik wil dus in ieder geval elke maandag koken met kiwi doen. Gewoon echt helemaal koken met kiwi. Niet een kort filmpje... Met een recept, maar gewoon letterlijk met mij meekoken. Weet je wel? Dat wil ik gaan doen. Elke maandag. En er komt ook nog één keer per week gewoon een eetdagboekje. En er komen ook meer informatievideo's. Over veganisme, over gezondheid, over de dieren, over de planeet. Humor, serieus, whatever. Het komt er allemaal aan. Dus daar heb ik zin in. Dan was dat het. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Meiden, hartstikke bedankt dat jullie afgelopen zaterdag zijn geweest. Oh, en voor de mensen die er nog... bij wilden zijn, maar niet konden, omdat ze moesten werken of omdat ze op vakantie waren of wat dan ook. Er komt echt wel weer een nieuwe keer. Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga echt nog wel een andere keer gezellig in Utrecht of misschien een keer in een andere stad. Gewoon lekker gezellig samenkomen. Zoals je in deze vlog hebt kunnen zien, het is echt gewoon gezellig samen zijn. Weet je wat, het is niks bijzonders. Het is wel heel bijzonder, want ik vind het echt hartstikke tof dat er mensen zijn die gekomen zijn. Maar het is niet van dat je bang moet zijn van, hoor ik daar wel bij of... Weet je wel, ben ik wel leuk genoeg of wat dan ook, weet je wel. Het is gewoon hartstikke gezellig. Maar anyways, dat komt echt nog wel nog een keer binnenkort. Ik weet niet, misschien gaan we leuk een keer een kerstding doen, weet je wel. Of een Halloween ding. Zullen we een Halloween ding doen? Een pumpkin spice, een vegan pumpkin spice bijeenkomst? Ik heb geen idee. Anyways, hartstikke bedankt voor het kijken voor vandaag en voor de afgelopen maand. En ik zie jullie heel snel weer, deze week nog. Dus, doei doei. Ik zou je nu even een foto laten zien van toen ik me geschoren had, toen ik nog psoriasis had.